Het Bontrop, bekende Zoetermeers volleyballer. Dit weekend heb je ook meegedaan hier vlak achter op de markt aan een groot beachvolleybaltoernooi op eredivisieniveau. Mm-hmm. Met je gelegenheidspartner Victor Anfilov. Ja, klopt. Hoe is het gegaan? Ja, op zich goed. We hadden natuurlijk, de verwachtingen waren, wij hadden niet zoveel te verliezen. We hebben nog nooit echt samengespeeld, wel eens getraind, maar nooit echt samengespeeld. Eerste wedstrijd wonnen we tegen een team wat veel hoger geplaatst was, semi-profs, 2-0. En daarna hebben we helaas twee wedstrijden verloren, maar beide keren eerste set gewonnen. En beide keren bijna een uur strijd geleverd, dus we konden tevreden terugkijken. Hoe was het met de publieke belangstelling eigenlijk? Nou, we merkten dat er liepen veel mensen voorbij. De markt was natuurlijk gesplitst door dit toernooi. Dus mensen gingen van de ene helft van de markt naar de andere helft. Maar veel mensen kijken even, zien, goh, leuk, mooi, strand midden in de stad, verrassend. Ze slaan hard, ze springen hoog. Maar wat is het precies? We hadden geen tribune, waardoor mensen ook niet de neiging hadden om te blijven zitten. Waarom niet? Waarom was er geen tribune trouwens? Er was geen tribune volgens mij, omdat daar iets in de organisatie niet helemaal lekker was afgestemd. Maar ik denk ook een verbeterpunt voor volgend jaar. En daarnaast was tegelijkertijd met dit evenement was het evenement op het Noord-A. En ja, daar zitten natuurlijk alle beachvolleyballiefhebbers die daar heerlijk bezig zijn. En die juist de neiging hebben natuurlijk om te komen kijken naar een dergelijk evenement. Maar ja, niets is leuker dan het zelf doen. En met dit weer is dat fantastisch. Volgend jaar, want er komt een volgend jaar. Dit is niet eenmalig. Dat is wel de intentie. Ja, Nevobo sluit contracten voor meerdere jaren. Met intenties voor meerdere jaren op toplocaties. En dit is er dan één van. En met jouw partner Victor Anfilov, dat optreden is wel eenmalig of zie je jezelf? Nou, hij meldde gisteren dat de laatste wedstrijd een historische was wat hem betreft, omdat het zijn laatste was. Ja. Maar de twijfel in zijn ogen was er ook en zijn vrouw begon al te lachen. Dus het zou zomaar kunnen zijn als we volgend jaar weer hier spelen dat we weer samen staan. Wat jou betreft smaakt het dan meer in ieder geval het evenement in Zoetermeer. Absoluut, ja. Ja. Ed Bontrop, jij bent namens de Stichting Zoetermeer Topsport betrokken bij de begeleiding van een aantal topsporters. Je zit ook in de zogenoemde commissie topsporters. Hoe selecteren jullie kandidaten voor die ondersteuning? Ja, we krijgen die vraag vaker omdat we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal topsporters, 5 op dit moment, die we begeleiden. Dat betekent dat we keuzes hebben moeten maken. We hebben dat gedaan door bij het NOC-NSF informatie op te vragen. Zij hebben registreren alle mensen met een topsportstatus in allerlei graderingen. Om daar te kijken van oké, wie hebben we dan in Zoetermeer? En daarnaast hebben we ook heel bewust gekozen om uit diverse takken van sport één sport uit te kiezen. De verleiding is om één sport waar we heel goed in zijn in Zoetermeer, bijvoorbeeld short track, daar kunnen we er meerdere van selecteren. Nou, mochten we meer middelen hebben, dan is dat zeker een idee, maar op dit moment hebben we die middelen nog niet. En daardoor even de spreiding in middelen over diverse sporten. Het gaat om 5 topsporters op dit moment. Ja, misschien dat klopt. Je ze even zou willen noemen. Ja, dat zijn een snowboarder Pim Stichter, een short trackster Sanne van Kerkhof. En dan hebben we de Olympische wildwaterkanoer Robert Bouten. Dan hebben we Pelle Rietveld, dat is een tienkamper. En de laatste is Tara Fouquet, de trampolinespringster. Is er bewust gekozen voor 5 sporters? Of heeft dat budgettaire redenen? Ja, in feite budgettaire redenen. Ook omdat we niet te grootschalig willen starten. Omdat het voor ons als stichting natuurlijk ook is van ja, wat wil je dan precies en hoe gaat dat werken en de praktijk. Dan moet je niet met 10 tegelijk, dat is te lastig. En ook gewoon de budgettaire middelen. Je moet opbouwen. En waar bestaat de ondersteuning precies uit? De ondersteuning bestaat uit een gedeeltelijk een kleine financiële bijdrage die sporters krijgen. Maar bijvoorbeeld ook met een ziekenfondsverzekeraar een bepaalde korting op de ziektekosten. En juist speciaal voor sporters een sportpremie of een sportverzekering. Ja. Waardoor zij specifieke behoeftes daarmee ingevuld krijgen. En voor de rest bestaat uit middelen van sponsors, zoals bijvoorbeeld internetbeschikkingstelling. We bereiden eigenlijk uit met de sponsors die we vinden. Is er een soort contract met ze afgesloten voor 1 of meerdere jaren? Er is een contract met de sports afgesloten wat steeds voor een jaar geldt. Waar we ook ieder jaar bekijken van voldoet het nog aan de doelstellingen? Ben je nog als topsporter bezig? Heb je die ondersteuning nog nodig? Dat soort afwegingen maken we. Dus het is per jaar in feite beëindigbaar. Waar halen jullie het geld überhaupt vandaan om ze te kunnen ondersteunen? Geld halen we op bij een aantal sporters, bij een aantal sponsors. Die wij benaderen actief eigenlijk het bedrijfsleven in Zoetermeer. En we zien daar gelukkig een toenemend aantal sponsors die daar met kleine of grote middelen in bijspringen. Die ook enthousiast worden.
Omdat iedereen met elkaar ziet, ja, met z'n allen kun je veel meer. En kun je toch met kleine middelen vaak topsporters met grote ambities een stukje verder helpen. Wanneer zijn jullie precies begonnen eigenlijk met dit initiatief? Vorig jaar zomer, vlak voor de zomer, zijn we daar echt actief mee gegaan. Dat idee leeft al een tijdje bij Marco van Noord. Nou, ik ken Marco ook al heel wat jaren en sprak mij ook aan van, goh, als we daar iets mee willen, zou je dan willen ondersteunen. En zo is die groep gegroeid en zijn we het serieus vorm gaan geven. En zo hebben we een startseminar georganiseerd. Ja. En zo organiseren we meerdere activiteiten. Ed, wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren in dit traject? Nou, wij gebruiken ook een beetje de Olympische ringen, zoals je kunt zien, wat gecombineerd is met het Zoetermeerse symbool. Wij denken in de Olympische cycli. Dan heb je natuurlijk een wintercyclus waar wij terecht aan herinnerd werden toen wij vol enthousiasme opstarten en zeiden, en over 4 jaar gaan wij mensen naar de Olympische Spelen brengen. Volgend jaar heb je al Maar volgend jaar hebben we er al twee, toch? Vancouver, ja. Een shorttrackster en een snowboarder, ja. Die daar ook hopelijk wat te zoeken hebben. Maar in principe zijn we in ieder geval de wedstrijd aangegaan om voor over 4 jaar in de Olympische Zomerspelen serieus kandidaten naar voren te schuiven. Waarvan wij kunnen zeggen, dit zijn Zoetermeerders of een dikke gelieerd zijn met Zoetermeer, waar de stichting een bijdrage aan geleverd heeft om daar te komen. Want dat is wel een soort basisvoorwaarde, men moet Zoetermeerder zijn of in hart en nieren of hier ook wonen? Nou, men moet een duidelijk aanwijzbare band hebben met Zoetermeer. Het liefst uiteraard geboren en getogen. Dat is niet altijd realiseerbaar, maar er moet wel een band zijn met Zoetermeer. Dankjewel.